Lieve, heb jij een poepje gedaan? Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik begin mijn vlog echt laat, want ik was vanochtend mijn vlogcamera kwijt. Het is vandaag zaterdag. En we zitten bij de open haard, Olivia en ik. Olivia werd vandaag om 3:30 wakker, dus ik heb echt heel slecht geslapen. En ik heb vandaag al een meet and greet gedaan, die ik dus niet gevlogd heb in de Bijenkorf. Was heel leuk, we hadden echt super veel leuke meiden gekomen. Ga jij nu vloggen? Oké. Nu is het jouw beurt. Nee. Mag mama de vlog terug? Nee. Nee? Toch oud. Is oud, hè? Oh, dat is tante Kay. Kay! Nou goed, en Kay komt nu binnen. Die komt oppassen, want ik moet vanavond voor werk naar een diner. Dus ja, kijk gezellig mee naar deze dag. Tante Kay is gearriveerd. En hier is het legendarisch moment. Dat Olivia haar eerste oliebol aan het eten is. Is het lekker, Olly? Vind je het lekker? Kijk er wel een beetje bij alsof het nog niet geweest. Ze zit in een star. Vind je het lekker? Kijk. Ik vind het wel lekker. Ik ga dus zo naar een diner toe. Bij de Dutches met die mensen van het merk waar ik vandaag mee was. En Kay die gaat gezellig oppassen op Olivia. Maar ik hoefde op het diner pas om 7:30 te zijn. En het is nu... Oh, het is 6:30. Dus we hebben even salsa shop besteld. En Olly heeft lekker haar eigen hapje. Dat is toch nog eventjes gezellig... Er zit een baas op mijn lens. Gezellig konden zitten. Kijk. En Kay is inmiddels alweer 21 weken zwanger toch? Ja, bijna 22. Bijna 22 al. Echt zo leuk. Echt snel. Dus als jullie Kay haar baby-updates willen zien, moet je haar volgen. Het Kay Surrelet. Oh. Mijn... zit er zo'n vlek op mijn lens? Ze heeft gepoept. Ze ziet jou, ze gaat poepen. Olivia, heb jij een poepje gedaan? Ja. Oké, goed zo, schat. Lekker bij mama op schoot. Maar ja. Echt, hè? Hey, oké, ik doe een volgende vlog takeover. Ik ben ondertussen in Dallas, Texas, waar het verschrikkelijk koud is. Iedereen zit hier te klagen. Gewoon nog een graad of 3. En we gaan even wat leuke dingen doen vandaag, wat je zoal in Texas moet doen. Hey guys, so, we zitten nu op de freeway. Ik rijd met Adrian. Adrian en ik gaan zo meteen barbecue eten. We hebben er super veel zin in. What's the name again of this place? Sunny Brian's. Sunny Brian's. Een van de oudste barbecue joints in Texas. Dus dat wordt sowieso tof. En volgens mij gaan we naar, wat zij dan noemen, the original. Maar dat kan in Amerika wel eens betekenen dat je dan in een soort nieuwbouwgebouw terechtkomt. Waar dan ooit de original heeft gestaan. Maar dat gaan we zo meteen ontdekken. Ik had net een mooie view van downtown Dallas. Apparently is de skyline van Dallas... Een van de meest recognizable skylines in de wereld. Dus dat is wel interessant. Texas is obviously volgens mij de grootste staat. En alhoewel heel veel mensen altijd zeggen dat in Texas iedereen racistische, homo-hatende rednecks zijn, valt dat echt 100% mee. Ik vind zelfs eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de mensen in Texas het aller aardigst. Ik hoorde net dat als je wil weten of een gebouw... in Amerika van voor de jaren 70 komt, dan is de wc aan de buitenkant. Nou ja, in dit geval is dat gewoon echt zo. Kijk maar toch, hè. Hier wordt al 80 jaar een heart attack naar binnen geschoten. Echt bizar. Dus dan heb je net besteld en dan word je meteen omgeroepen en dan kan je je eten ophalen. Maar het is echt waar, man. Het is gewoon echt een super oude joint. Gewoon heel tof. Dus ik heb er ook nog eens echt super veel zin in. Want ik wil zeker weten dat ze hier wel weten hoe ze na 107 jaar een beetje barbecue moeten maken. Tadaa!
Well, here it is. En wat helemaal echt spectaculair schijnt te zijn, is hun homemade barbecue saus. Die gooien ze hier in een klein flesje Corona, oftewel een Coronito. Ik heb super veel zin in. Oké, laat het niet even weten. Heel veel zin in. Cool, we hebben een goede spot gevonden voor een Dallas skyline. En zoals ik al zei, het is echt een van de beste skylines van de wereld. Of in ieder geval de meest recognizable. Kijk, hij is hier achter mij. Hoe dope is dat? We zijn niet de enige. En de andere mensen die hebben het ook al gezien. Zo tof. We rijden downtown in. Best indrukwekkend, joh. Hè? Ik hoorde net dat daarboven, het hoge gebouw met die bal erop, dat is een restaurant van meneer Wolfgang Puck. Die heeft heel veel restaurants in heel Amerika. Het is zo grappig, joh. Als ik in Dallas ben, dan denk ik altijd aan die serie, weet je wel. Daar ben ik soort van mee opgegroeid. Mijn idee van Amerika, zeg maar mijn eerste indrukken van Amerika, of zeg maar adult Amerika, was volgens mij wel J.R. Ewing en Bobby en Sue Allen en al die mensen. Dit was dus hun stad, hè? Dat is toch best gek. Oké, Adrian and I are gonna get a coffee at supposedly the coolest and the most happening coffee place in Dallas. Hebben we super veel zin in. Maar check deze mural uit, dat is zo tof. Noor die gaat het echt zo gaaf vinden. The most wonderful time of the year. Dus laten we naar binnen gaan, kijken of die koffie echt zo lekker is. Ja, koffie is hier een soort van religie in Amerika. Dat is natuurlijk bij ons ook zo langsband, maar hier is het echt nog veel erger. Zit hier echt helemaal vol met alleen maar Dallas hipsters. En wel een leuke plek. Daar op het bord staat, keep your change, you filthy bastard. Super grappig. Kijk, volgens mij maken ze, koffie maken ze hier echt religieus. Top. Nice. Yeah, so Adrian and I are really seriously enjoying ourselves. Kijk, dit is echt heel leuk. Dit soort dingen. What's the name of this place? Method Coffee. Method Coffee. Yep. Oké, dus deze plek heet Method Coffee. En ik ga hem even afsluiten, want ik heb eigenlijk wel weer genoeg laten zien van Dallas, tenminste dat denk ik. En ik ga nu onderweg naar Chicago. En morgen laat ik een stukje zien van Chicago. Super interessante en belangrijke Amerikaanse stad. Doei! Hey guys, good morning. Ik heb besloten om deze vlogs even in één te doen, deze twee. Want gisteren was een te chaotische dag om te vloggen. En ik heb wel een beetje gevlogd, dus ik dacht, ik doe het even in één dag. Dus, ik ben net wakker. Het is 8 uur. Olivia is mijn zonnebril op de bad eend aan het doen. Om precies te zijn. Oh nee, kon die de bril niet op? Op eend. Op eend, hè? Zullen we gaan eten? Eten? Ja? Ga je mee met mama ontbijten? Nee. Nou, oké. Nee. Zullen we kussen? Nog een eend? Wat keer? Maar zullen we dan gaan eten? Eten? Ja. Eten. Olivia en ik zijn aan het tekenen. We hebben dus deze krijtjes. Ze heeft ze van opa en oma gekregen. Ik weet niet waar ze vandaan komen, maar dit is echt zo'n hit. Ja, je krijgt je krijtjes terug. Zullen we verder tekenen? Olivia en ik zitten lekker bij de boom, bij de open haard.
En ik heb met van Sander, van elk jaar dat we samen waren, heb ik fotoalbums. En ik was met Olivia het fotoalbum aan het laten zien van 2011. Het is echt grappig. We zien er daar echt veel jonger uit. Nee, niet je Play-Doh op papa en mama's fotoboek doen. Dit was ook allemaal... Nee, hier blogde ik nog niet. Ik ben in 2012 begonnen met bloggen. Oh, kijk hoe jong. En hoe bruin. Dit was in de zomer. Dit is echt grappig. Sander vond het echt zo'n leuke foto. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Live. Oh, dit is in Moskou. Nee, Sint-Petersburg. Ja, dit is Sint-Petersburg. En hier gingen we samen wonen in Amsterdam. Vandaar dat ik dit erbij ging zetten. Dit is in Montreal, volgens mij. Zie ik er anders uit. Ik vind het al zo moeilijk om over mezelf in te schatten. Het is in Las Vegas. Oh my god, hier rookten we nog. Happy. Awkward. Sedona. Kijk! Nee, oh, daar! Ik heb in een rots gekrast. Ja, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. En toen was jij er, hè? Olivia. Kom. Oh, jij wil spelen? Ze heeft echt iets specifieks in gedachten wat ze wil doen. Wauw. Kom, we gaan lopen, ja? We gaan naar het eten. Kom. Wij zijn uit eten met Kay en Diego en Ol. Bij de biertent. En we hebben de super nachos. Kippetjes. Groenten voor Ol, die ze waarschijnlijk niet wilt. En frietjes. Dus we gaan lekker eten. Hey guys. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik in de camera al gepraat heb vandaag. Volgens mij wel. Maar deze dag is een beetje anders gelopen dan... ik verwacht had, want ik was lekker thuis met Olly, dat heb ik vanochtend gefilmd. En toen belde mijn moeder dat het niet zo goed ging met mijn oma, want mijn oma is al heel oud, die is 7 of 98. Dus de moeder van mijn moeder en die lag in het ziekenhuis. Dus mijn moeder zei in Alkmaar van eigenlijk zou ik maar even langskomen eigenlijk, van kom maar langs. Dus dat heb ik toen gedaan. Dus echt super lief. Kay is toen hierheen gekomen heel snel. En die heeft op Olly gepast. En ik heb natuurlijk geen rijbewijs of auto. Dus Monica, echt super lief, heeft me naar het ziekenhuis gereden in Alkmaar. En ja, daar hebben we een beetje afscheid genomen van mijn oma. Maar nou ja, ze leeft nog wel. En ik weet niet of, hoe het verder gaat. Maar goed, daar zal ik jullie wel van op de hoogte houden. Maar jullie weten jullie waarom ik overdag wat minder gevlogd heb. Maar nu zit ik lekker op bed. Het is echt vet vroeg nog, op 7 uur. Maar ik ben dus al uit eten geweest naar de biertuin. Met Olivia en Diego en Kay. En Olly en ik zitten lekker op bed. Ja, poepie? Op. Is hij op? Op. Hij is leeg. Eén. Ik denk dat ik zo lekker Home Alone 1 ga kijken. Daar heb ik wel zin in. En morgen komt Sam lekker weer thuis. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik hoop dat hij niet te veel vertraging heeft met de sneeuw en zo. Maar
Ik hoop dat de sneeuw er morgen is. Zou echt leuk zijn. Kan ik leuke foto's nemen. In Amsterdam. En morgenochtend ga ik naar de kapper. Mijn haar verder blond verven. Dus ja, dat is het plan. Hey guys, ik lig in bed en ik ga lekker slapen. Kniphoest. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat de vlog alsnog leuk was. En ik zie jullie morgen weer. Merry little Christmas.